con le guide. Goedemorgen, dames en heren, hartelijk welkom in de voorstelling van de boekskampioen van Stellenhoets, theatergroep Stellenhoets. Onze jubileumvoorstelling bestond dit jaar 20 jaar. Dus we hebben een extra jubileum. Wat zien er eigenlijk allemaal voor
cadeautjes is er voor hem gekomen. Oh, ja, dat zie je. Boekscadeautjes voor mijn manke. Oh, ja. Gisteravond is er nog met meerderheid van stemmen gekozen tot vicevoorzitter van de boekclub de Zwiepswap. Echt? Je hebt er mij zelfs nog wakker voor gemaakt. Maar ik verzoek iets vandaag mij nog nooit wakker maken. Waarom zoek ik ook? Ik boek niet. Maar kijk, en dit is die laatste aanbod. Een diploma met een Olympische nominatie. Echt hoor. Kijk, David. Ik wil een oorkonde van de verzamelde groethappers. Ach, nee, Jackie. Dit is het bewijs dat we misschien wel in 72 in een München begon boeken bij de Olympische Spelen. Kijk eens tijdens. Bewijs voor eventuele deelname aan de Olympische Spelen te München. En heeft die gekleurde rondjes? Door staat de handtekening van Anton Geesink in de plaats van Van Maarten. Ja. Kijk daar, zijn nominatie had zich nog ook kunnen hebben. Zal maar een beetje meer lef in de kont had gehad. Oh. Ik heb toch wel een gouden medaille? Ik heb een gouden medaille. En waar moet je dan wel niet liggen? Iedere nacht neem ik mijn bed. Jean-Pierre, wie, mijn vrouw en ik, Billeke niet,
zijn hier vandaag gekomen op deze allerheugelijkste dag om die extra vroeg te feliciteren met die verjaardag en dat we samen nog een leven... Ja, dat is al goed. Rustig maar, rustig maar, rustig maar. Geef dat cadeau maar heen. Nee, maar wat een schoon cadeau. Wat een fijn piep. Oh, alweer rijden. Dat is normaal in een echte Ebbenhouten koop. Zo. Oh, nee, Bas in de kop, dat maakt ook niks goed. Die groot schaam niet. Maar van de Bas, daar kan ik ook niks aan doen. De verkoper zei, daar zien ze toch niks van als er tabak in zit. En we kregen hem ook nog voor de handen van de prijs. En daarbij hebben we hem ook maar met... Ja, als die maar. We zullen helemaal niks tegen Bill van deze zeggen, hè? Die lamp stik hem dan toch om het zo goed te zien met die smal kost van die vrouw. Smal kost? Smal kost? Man, ik eet het lekkerste van het lekkerste. Ben je mee? Pies aan de lopende band, eeuwkens even de tong. Nou, nog een beetje, die ben mij dan nooit over de tong. Ja, zeg je zo. Zullen we hem vertellen? Ja, doe maar. Goed, als ik was te zwiegen, geef ik dit het recept. Ik zweer het. Wat? Daar heb ik het gaar niet op. Zweren naar verkopen. Goed, dat is wat zweren op die grootste nachtmerrie. Oh, ik zweer op het snoetje van mijn billen. Zo erg hoor ik ben niet, Hugo. Dat kan ik wel even duwen, Hugo. Goed, Hugo? Kijk, dit even bij de deur stond, zodat we niet gesnijd leren. En David, kom, zet dit de geefbaar bij de weg. Let op, hè. Ik zeg dit maar één keer. Dat je dunst met een boekse. Dat is allemaal bedoeperie. En ik kan goed zijn. Snap. En die nominatie? Ook nep. Die heb ik zelf getypt op mijn typemachine. Ja, dat hoort de jubbe, hè. Ik kijk, van wat ons dit vrouwtje als chauffeur zet, en sterven zelfs de perken op de honger doet. Schoon voor een af en toe een beetje riesterwater, pap. En zelf zitten die dames drie keer in de week bij Thomas aan het gebar. En dan kan je steeds weer boeien in de clip. En als Hugo mij niet af en toe een zorg hierheen of een tel nog fiets of vlees had bijgenomen, dan had ik er precies zo goed gezien wie dicht. Dus doos, eet ik nog braaf mijn gewassen slaag. Maar boetesoes, dan eet ik biefstuk stroganoff. Stroganoff? Jean-Pierre schijnt goed. Is helemaal. Twee uur tegelijkertijd. En een boetesoes die ik eten. Mossen natuurlijk wel de deur goed kennen. Dus heb ik Marie-Thrace verteld dat ik 4 keer in de week mag trainen en 2 keer in de week de wedstrijd wil afreizen. En die oud van dichtig blijft daar. Ja. Hugo, dit maakt mij de oerdeurgingen voor de boeksclub. Ik ben slimmer dan dat ze de oerdeurs. Maar voor een boekse? Omdat J.P. Houwe een echte boekser is. En een goede oud nog. En dat met de winnen van zijn tegenpartij. Nou, als er bijvoorbeeld morgen in de tantebed zal staan dat de beroemde boekser J.P. Houwe wordt boeksen in dit eerste deel, dan pak ik even een kroonbeen, geef een licht muizenkastmoel en ik vertrek nog dit eerste deel. Oh, moest ik in zo'n hoed ook? Hoe ligt dit extra dinges? Ik gewoon natuurlijk niet echt nog dit eerste nog wat. Ik zeg tegen Marie Trace op het tegel, maar in het echt. Ik word de hele buurt uitgesnekken, eten en drinken en ik doe het hoe ik zin in heb. Wat een verschrikkelijke lekkere hoedvleugde. Hé, ja. Hey, Jean-Pierre, kunnen we meester Doer van ons niet helpen bij het besoedemieteren van zijn wil? Kunt u niet lid weer van die boeksclub van dit? Ik ga hier op die tofers stoppen. Nou, als u dat dan ook moet wie in een boek zat.
Nee. Het is even gestiegen voor sport. Wie van dit kunnen bedenken? Stel je hand voor de nee, dat is ook niks. Hé, hey, steek de armen zoet. Ik zie het al. Vogelverschrikker. Ik heb nog level 3 dezelfde steekwerf van mijn welken en dat ik in een echte vuil kon storen. Jo, maar dat lekker zet Pies dit jaar niet op, jong. Nee, dat zo'n floss is nog één mogelijkheid. Zwemmen. Zwemmen? Ik heb al die naden in zo'n zwembad kunnen zien. Ja, maar die gisteren ga niet echt zwemmen. Die steeds tegen een beeld van dicht als ze geen zwemmen. De fiets zo'n zwembad, fiets nog keihard naar voorbij. En dan kun je bij ons aan de standtoffel zitten. Wat is hoog en of het lekkerste is. Wie laat kan ik de schoolslaag komen roepen? Nee. Vandaag jij niet, vandaag moet er nog dings blopen. Ja, kijk, dat zijn hier in de krant. Even kijken. Hey Kiek, het snel opkomend talent J.P. Houwen zal het opnemen tegen de kampioen van Oost-Nederland. En dan moet jij eens even opletten wie ik dat ga aanpakken, hè. Ik geef dit een boekzee, een wapstoel en dan geef je tegenstander gestrek. Ja, oh, ik heb de prijs al laten graveren. Dat is het bewijs dat ik gewonnen heb. En hoe geeft de reis echt naartoe? We komen onder gras ook. Ja. Er is een nieuw restaurant geopend. Dus van een paar tientjes kunt eten en drinken wat je wilt. Kom door die de school, slaag maar eens mooi oefenen dan. Meneer Jean-Pierre. Meneer Jean-Pierre, mevrouw Marie Tristium met een nieuw fles water en mineraalwater. Oh, daar hadden we net zin in. Nou, zitten zeker het geval een glas gespierd, sterk en gebroken, hè? Had ik ook een glas geïnspireerd? Nee, wacht maar even. Hugo, die deed het wel van mij. Mm-hmm. Ga je dat, meneer Duif? Ja, Wintje, ik kon zwemmen. Oh ja? Met de piezen van de kiezel zeker. Zeg David, wil je ook een kleesje? Wacht, je werkt met ze vergiftigen. Je hebt het nog steeds niet door, Hugo. Integendeel zelfs. Wie drinkt ze dat goedje dan eigenlijk? Zo. Klaar. Oh, wat is dit hart voor die plantjes? En van waar die dat wel? Ja, dames en heren, hoe snap de planten zijn verschrikkelijk goed groeien. Hugo, doe die plicht. Ik ben helemaal wat mee van hier. Ja, elke dag. Eind twee gleesjes, misschien nog wel drie. En de krispieren wie kabels. Hé, en het zuivert ook nog het bloed. En het verbindt de spanning in hoes. Ja, dat is zoveel dingen ook nooit zien. Waar kun je vandaag een gleesje spierversterker? En wat zo het leukste is, de kist een drink wat die vrouwtje bij is. Och, dat verplicht heb ik altijd zo gelukkig als ik probeer te gedrinken. Hé, kriet die trouwen inderdaad. Ik doe voor je trees. Denk hij, hè? Muntje dicht. Och, daar is het vies werken toch. Kom, Jan-Pierre, het is kus. Kist dat van alles al gedaan, hè? Natuurlijk, want voor dit doe ik alles. Sabella, laat me je eerst even bedanken voor dat schoon cadeau. Zo'n prachtige piep. Die van hun kosten namelijk niet meer gebroken. Er zit een barbium in de kop. Ja, heb je nog wat van je zak of is het een eentje? Ik heb een stukje steekpeer of mij. Maar vergeet zich niet dat lekker watertje te drinken, dat is veel sterker het watertje, jong. Nee, ik zou niet durven. Maar het moet, dat moet.
smaken. Die drinkt dat grijpje water. Dat hij dat durft. Daar, drinkt hij nog eens een glaasje. Nee, Billeke. Nee, ik doe alles voor dich. Maar dat het kind ze niet van mij voor. Oh. Meester Doef, kom op. Stel hem niet aan, lafaard. Lafaard? Dat hoor ik niet zeggen. Van goede wil ben, drink ik niet nog een. Ik heb nog een beetje idee, meester Doef. Als je nou eens nog een grutter klaarspak om te bewijzen, hè, zou ik maar zeggen. Ik doe dat voor dik werk, voor dik alleen. En voor ons gezondheid heb je alles over. Ja, ik heb hier, geef ik de telefoon en dan bestel ik ook meteen 12 flessen. Ja, dat doe ik nog sneller. Vissen heeft niet wat vuur om te bestellen. Ach, ik weet ook dat het goed voor de gezondheid is. Dat zien we toch aan dicht. Oh, ben ik mooi voor gezondheid gesproken. Jean-Pierre heb ik van bij het overtuigen dat sport ook heel goed voor mij is. Gewoon zwemmen. Kom ik opgeven bij de zwemvereniging de flassen floppen. Kom ik rekenen je mee zwemmen en ik kom zo van de waterpoel hoor. Kan ik dat nog niet meemaken? Kom hier Jean-Pierre dat ik dich kus. Dankjewel, Sibylla. Maar ik was nog niet hier in de man bekeer. Ik zal hem morgen als huurspersoonlijk bij die flippelflassers wel aanmelden. Ach, meneer Van Haaf, doet jij meute huur. Dat doe ik liever zelf. Dan weet ik ook zeker dat er niks fout kan gaan. Ja, maar ik moet morgen toevallig nog een gast blikjes kroet naar de kantine brengen. Dus ik zal hem wel aanmelden bij die flippelflappers. Nee, joh. Voor de gezondheid van mijn man is mij niks te veel. Ik kom meteen nog eens wel wat opgeven. Wie spreekt ze zo'n vleesje? No! Samen door de flippelflappers. Dit is waar. Wat is toch nog aan te doen, hè? Oh, goedemorgen, pap. Fijne verjaardag vandaag. Dat is nog lang niks hier, hè? Dankjewel, joh. Morgen, meneer Van Haaf. Goedemiddag, junior. Rustig eigenlijk zo laat vandaag. Het is al bijna 10 uur. Doe luister uit. Ik heb toch vier zitten leren vandaag. Ja, maar jong toch. Die moest niet alles een einde keer leren. Doe dat nou in kleine stukjes. Wat, dat duurt ik allemaal veel te lang in kleine stukjes. Ik woon hier in de stad. Maar kunnen we te zien dat ik in de woning in Kroenland volgen ben, of nee? Hier is het net, Hugo. Wat een prachtkerel, hè? Ja. En wat een hecht voor de zaak. Ja. Een appelvel niet, niet van de boom, hè? Wat je nog een kroet van te maken. Dus ook niet. En volgens mij rookt hij ook niet. Drinkt hij niet. En vriet hij ook nog niet. Nee, in de spat zie je de oogappel, hè? Een galstukje. Ja. Jean-Pierre, maak eens mijn kus. We moeten die cadeautoffel in orde komen brengen. Alleen, alleen, alleen. Start toch? Zo, nou
Dat ziet er toch wel geweldig uit, hè? Ja. Dat is het enige wat ik nu nog mis, is een leuk vuil boeketje. Ja. Kom, Bietje, wie gaat een boeketje bloemen plukken in de hoofd, hè? Oh, ja. Want daar kan het helemaal kapot. Maar ik heb al een cadeau zo op de keer voor me. Sorry mevrouw, zul ik ook niet eens even een deuk in de boeknaam mee houden? Ik heb een streek in GP. GP Junior of GP Senior. Mio GP Tutti Amore. Oh, is dit de Tutti Amore? Mamma mia, daar is Mio Amore. Deze Bibi, wie kunt zich even met zich dat ik hier woon? Ik weet alles, GP. Jij hebt mij de toepen. Te hard? Ik ben daar zo hard als ik wil. Waarom niet zeggen, ik woon in een hotel. Ik woon in Lieke Villa. Maar mijn lieve hemel, wie wet zit dat er allemaal? Ik mensen gevraagd. Waarom denk de toepen mij? Stil me maar, voelen ze wel goed. Ze zijn er ook weer iemand binnen, ik heb mijn jongens school en anders ook nog. Agnes? 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 Wie is hier Agnes? Is Agnes niet een vrouw? Ik bedoel me niet een vrouw en ik verlaar het tegen mij. Die is een grote en een grote. Schiet me hier. Zie, dat wist ik. Gisteren, ik was zo lief. Zo knats vol met haar voren. Die gast heeft je kras aan het lief gehad. Weet ze nog? Oh, dat hebben we toch al in de duurspag. Ik moet er even denken dat ik dat vandaag ook nog moet doen. In Italië heb je altijd amoren waren. Daar en daarna. Dan hadden we toch jaren onbeuvig. In mijn leven ontzettend is hoe met het gevee. Maar hij was niet zo'n trammelant van. Ik heb mijn trammelant van deze jong. Gisteren, ik was niet de dans aan Mio. Wat ze nog? Nee, ik weet het niet. Ik had er ook toe. Betaal het zeven niet en dan zie je sjaal voor mij. Ik vandaag gekocht. Dit is wat? Gekocht. Zeven dunne zie je sjaal. Heel seks en sexy. Met te dansen met de boek voor dich. Met 400 pietlattige guldjes. 400 gulden? Kan me die betaling niet? Dit mag niet bang maken, GP. Zwanten voor de box. Met die box die kost, ik heb 400 gulden. Oh, die bedoelt die. Ja, het ziet boekshaatsen. Kijk maar over, want ik ben boekser. Dan zou ik daar een deuk in die wiepoe nazo. Dit is die boxer? Mooie, sterke man. Ja. Kijk maar door, die prijzen, die nam voor mij. Ik houd van sterke mannen. Ja, deze sterke man heeft nog liever een schets. Ik kom. Maar alleen als steenbeloofd, ik kom ze om twee oren naar Mina Albergo. Met 400 pietlettige guldetjes. En eerst een kusmoeken. Beloof die handen dat ze, als ze dan nog maar abo's. Kippie, waar is de Vesuvius? Arilana wil geen uitgebluste vulkaan. Doe maar, Paulie!
meneer Albergen. Een twee oor met 400 pietlattige geldertjes. Ik wacht op dich. Oh, Jezus Christus, heb ik mijn schoenen in de weg gereid? Oh, ik kom met jongen die 400 gelden. Oh, ik weet het, ik kom op reis naar Abu Dhabi. Wie kom ik toch? Wie kom ik in het geld? Oh, ik weet of hij het met kan. De wapenbokken, de goede hand, rond. En nog meer van de trein met zo'n praat van de oeslaag, dat doe ik. Ik kan nog een feestje meer. Ja, goed, het mag.
en ik ben zo'n kraantje in de hand. Pintje, kijk eens voor mijn top. Wat is dat dus een pintje? Aanbijen. Dat ben ik toch niet zo. Dat is met geen te wapen. Dat kind niet, want die heeft zich vroeger al gehad. Met die kinderen terugkomen, dat heb ik eens uitgestuurd. Dan kroepen die eerst maar binnen. En dan komen die maar later leven. Kom maar naar de boer. En ik heb hier nog een boekje. Toch ben ik zeker de handen op de kop. Nou, hol ik dat ding van in de kop en ga ik pap horen. Als je ik zo zuurt, dan krijgt hij meer als alleen de waterpokken. Nou, misschien op. En van waterpokken kunnen jongens geen kinderen krijgen. Dat is wel heldig, hè, met al van die vriendinnen. Beetje hand in de mond en verzorgt die burgers, ja? Voor de kind even. Natuurlijk, liefste geen, ik wist er weer dat ze weer is. Oh! Kom eens dan. Eerlijk, ik wist er aankomen! Oh! Tada, is het feest. Proficiat, meneer Jean-Pierre. En nog heel, heel veel jongen. Dankjewel, Pintje. Wat een prachtige boesblok. Ja. Zo zo'n mijn ook komen. Als we die stompiep het vergeten zien. Pap, hier is die stompiep. Oh, proficiat. Oh, proficiat. Rustig, rustig aan. Wat duister vreemd. Oh, ik ben zo blij, zo blij. Wat is het leven dan heerlijk? Maar wat is er aan de hand met dich? Ja, Kietje, ben je krank? Nee, verlief, knats. Oh, alweer. Ja, dat weet ik ook niet. Ik ben alleen dat het een huurberoemde sportman is. Einde in de kranstijd. Oh, niet nog zo'n einde in de familie, hè. Oh, als je er goed voor dit kunt zorgen, hè. Oh, kom, weet je dat ik de knoevel, hè. Ach, ja. Zo, maar nou eerst de cadeautjes, hè. Jean-Pierre. Kijk eens, wat ik allemaal voor dich heb neergezet. Het eerste cadeau. Nee, maar. Ja. Ik heb die nominatie laten indiensten. Ja. Geweldig. Nominatie. Oh, prachtig. Oh. Dat is kieken, ding. Oh. Ik heb het moeilijk even die verkeersdiploma's aan. Dat is een dikke wand, hè. Och nee, gekkie, dat zit op boekshaas, hè. Dat zit niet wel zo goed. Wat is dit, joh? Niks. Hugo heeft moeilijk leggen van de varen. Die heeft hier tegen een minuutje zin. Oh. Nog iets voor dik wat vindt ze hevig. Oh. Wat een prachtige litse. Het is wel een beetje geveerlijk goed. Trek eens aan dat ding. Ja, trek eens aan dat ding, Jean-Pierre. Nee. Vandaag ben ik keurig en dan train ik niet. Ook niet voor mij, schatje. Ja, pa, vier keer. Allee, dan maar. Het is toch een verbandkist?
Wilbro, Lebesk, Koop, Soeps. Waar liggen ze dan aan? Nou, ik doe eigenlijk niet om de hoek. Ben je Fred Hanemans? Oh, dit is van Stamtoffel, bij ons vinden. Wat doe je? Ik heb alles al. Maar je natuurlijk, jong Wijter, alles. Wie had ze nou dat van mij verborgen kunnen houden? Dit leed toch in iedere etalage? Boksen een sport met toekomst voor jong en oud, geschreven door J.P. Houwe. Ik heb pas geschreven. Dat is het ook net. Dizzy, ik heb al wat geschreven. Heel goed. Oh, wat mooi. Ah, jong, dat is een hartelijk mis gekomen. Ik had eigenlijk als een verrassing willen halen voor. Voor een zilveren broeder. Verrassing! Hij is 33 jaar trouwens. Nog een verrassing! Zo'n jong vrouwtje is nog geen 30 jaar getrouwd. Nou, dan gaat dit jong vrouwtje ervoor zorgen dat ze niet te laat in de achterhoek aan kunnen, hè? Pietje gaat zeggen dat mevrouw Brietrein zegt dat meneer Jean-Pierre niet te laat in de achterhoek komt. Ja. Ach, kost ik maar eens een keer neven dicht staan als ik de prijzen in ontvangst neem, hè? Ik bedoel niet dat ding. Ik bedoel natuurlijk dat ik er niet zo moet denken als ik nu bij zal schillen. Maar helaas, in Lochem is alles goed voor Korg en de fans. Lochem is vol. Vanwege de sponsoren. Ja, of zoiets. Dus, nog wel die boezem. Wat is wat verschrikkelijks gebeurd? Rustig aan, is het zo erg? Die boeksen zag in dienst voor nog wie weet wat is. Die boeksen in het kranenveld. Nee. Ik heb niks van hem. Ik had toch niet in het kranenveld boeksen? Niet, maar de echte hippie hou wel. Dat ken ik. Dat wordt een minnelijk doet me lachen. Wat is er hier best wel bang voor dat gevecht? Nou, of? Nee, dit zien naar boeksgerelateerde zaken, dat lossen we zelf allemaal op. Goed, Marie Tris, ik ga protest aantekenen. Ik ga protest aantekenen en de vent moet onmiddellijk terug naar de achterhoofd toe. Dat zal niet gewoon. Die ganse stad heeft vergeven van de booster, ze hangen weer zijn grote van hem toe. Oh, om het te betonen, Bigo. Ik moet de boeketrees binnenhalen. En de jongen van mij, die moet ik ook in een voetboete de deur zetten. Die moet neem eens van binnen naar boete. Ja. En dan loopt ook niemand van boete naar binnen komen. Dat doe ik. Ja, die niet. Wat is zo'n mannetje, de beste vlieg is wel af wat slaag. Dat is gek. Humor niet. Misschien een heel klein biertje, niet namelijk zo. David, kun je dat vertellen? Dat een wapenpok-epidemie met een vraag deze kant op. En dan mogen we niet naar boete toe en nemers mogen boete naar binnen. Dus we gaan er een besloten feestje van maken. Ach, Marie-Thérèse, wat heb je toch een mazzel met die mama, hè? Oh, en als die spreekt, dan zwieg je dat vergoot, hè? Kijk maar wat, hè? Wat heb je toch een mazzel met die mannen? Intelligent en zijn boeksen. Hij boeks vandaag in het kranenveld. Huh? Wist ik dat echt niet? Is dat oorlijk, hè? Genoegs van. Nou goed, kijk hier, Steiner. Vandaag in de sporter van het kranenveld. J.P. Houwe tegen de kampioen van Amerika. Ali Ben Bali! Nou, bel Gerrit Sluis maar vast. En dan op tiener voor jullie! Ja, maar je de dag kan niet meer kapot. Ik verheug me zo op. Oh, en ik kom beslist kijken. Ik kom beslist kijken. Met zwaar, ik neem de ganse familie mee. Ja. En Pietje Bug ook mee. Oh, heb je ook mee? Als jullie allemaal naar dat boekje gaan kijken, dan pas ik helemaal op het hoes, hè? Tegen Deven en Brand.
je toch op en neer te draven? De liek is wel een renbeert. Zo erg is het nou ook weer niet. Niet zo erg, niet zo erg. Ik breng ze door een boekje komen kijken. Ik heb alles over, dan kan ik net zo goed van de buren doorspringen. En kijk, opgehangen in het mensengal. Trek dich nou de handrem toch eens aan. De ganse vloer is heel goed gesleten. Nou, ga die eens rustig zitten en dan gaan we eens de volgende stap overdenken. Goed. Zet er een uur denken. Maar is het weer vandaag? Ja, maar die trefsmug niet met de sport al komen. Laat ik een hand ook lezen, ze hebben ook wel weer vandaag. Wat heb ik nou een ding? Maar die trefs wil komen, dus zie jij. Zijn er een half over de spiegels ik op te maken. En het beeld zie niet een hutje op. Het met die veren. Oh, Nico, ik ben het nog ook wel van die pian. Ik wil dat ik kon sterven. Oh, dat zou ik nou niet doen, want ik heb gehuurd dat ze dat doen, denk ik, in school. Dus dat ik was Marie-Thérèse van uw toegang dat ze niet in de zaal moet komen zitten omdat ze zich anders neven zou houden. Waarom? Omdat die moest zich kunnen concentreren en als ik niet kon concentreren, dan verslappen die biceps. Wat? Die biceps. Ook? Ja, die heb ik ook. Nou, rustig. Hoekstra vereist een opperste concentratie. En als Marie-Thérèse in de zaal zit, of iemand anders van de familie, dan kan zich niet meer concentreren. En dan zal de tegenstander zal een uppercut geven. En een flinke rechtse op die plexus solaris. En dan geeft ze de KO. En dat moet Marie-Thérèse zich niet aandoen. En door hem, moet Marie-Thérèse doorblijven. Hoi ja, dat is goed. Dat doen we. Maar wat is die met niet geluif? De moest er wies maken dat ze in een bloedbalans terecht gaan komen. Hoi ja, als Marie-Thérèse komt, dan begrijp je de triplex van de haaien. Die biceps, ja. Ja, dat zeg ik, ja. En hoe ga je het verder? Nou, die neemt zich afscheid van die vrouwtje, komt bij ons in de stamtafel zitten en drinkt zich in de goede stemming. Dat liegen we wel het beste, joh. En dan doortrekt ze zich dan en met die boekskleer aan komt ze weer heel terug in de arm van die vrouwtje. Ja, dat doen we. Goed idee. Hugo. Ja, wie snoe heb ik dit altijd een groe... Ach, laat zien, vriend. Laat me zien. Laat me goed spreken. Een grote duiners gevonden. Maar, dit is een genie. Dit plan is zo goed bedacht dat ik het bijna zelf had kunnen bedenken. Die gaat ze zelf bedacht, ja. Nou, luister. Dit moest de Marie-Thérèse dramatisch genoeg ervan te weten u vertuigen. Dat ze dus niet kan komen. En ik zal ervoor zorgen dat er hier een groot ontvangstcomité van dit moord stijgt. En dat is wat, ik word Daaf Doeval als gewoon een van mijn prizoet rijden of zoiets. Machtig, geweldig, prachtig, ik doe het! Prima. Maar wie zult dat ook weer met het Pietrex en het solarium? Biceps en plexus solaris. Ja, en die technische termen die moesten we souffleren, want die hadden we al. Ja, dat was het. Het ziel naar gezondheid! Zeg, het snoep! Ik heb stik vanaf, David. Van het zwembad. Ja. Je ziet het wel een uitgevrongen schottelslet. Hier heb ik wat schoonzoet gedaan. Wil ik eens meegegaan naar het zwembad? Ze heb ik van aanmoedigen wie ik in mijn kruis gezond heb die ketting overnacht. Dat is nog even wel gezond bezig geweest. Ja, gezond zeker. Ik heb me meer in het water gesloegen als in een blauwe vinvis. Mijn billeke, die kreeg er zoveel plezier van, dat ik eindelijk dacht wie goed het water kon komen. Zie nog van alle voorbij betalen, want daar loog ik weer in de poons. Je bent nog veel erger. Nog veel erger. Billeke geeft zich ook op keer bij de vlammenkloze. Vanaf morgen gaan we samen zwemmen. En het klap op de vuurpiel. Wie begint het slukje van het sterk water wat ik moet pakken.
Snap de veel die flazen zijn de gemeente. We wonen samen, we zwemmen samen, we drinken samen. Man, die had zich op het gezicht van jou moeten zien wie die proefde dat aan alle kloren was. Jongens, je moet niet helpen. Als ik nog een keer kom proeven, dan kom ik niet meer boven. Ja, dus wie kon ik helpen? Maar eerst moet ik mezelf moeten bereiden. Ja. Jean-Pierre, spoor je job. Dat is nog te laat, want als ze best wie niet toch wel verheugd om dingen in actie te zien, hè? Ja, papi, ik zet zich ook. Ja, ja, over dat boekse, daar moet ik het even wel over hebben. Dat is deze dag. Deze dag heeft toch een golden rentje, hè? Ja, maar van zondag komt het nog wel meer. Kijk, het zit aan mijn stuur, hè, dat boekse. Hugo, den. ik heb lang nog zitten denken op geen nee bij zo'n kinder. En no weet ik het. Als ik nee meenemen? Ja, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Natuurlijk niet, zeg als mij. Ja, maar leef mooi treesje. Wist ik wel wat er allemaal gebeuren kan als er geboekt wordt? Nee, dat weet ik nou niet. Maar straks kon ik het allemaal meemaken. Als het daar werd. Ja, maar. Ga nog twee zetjes lekker op de bank zitten. Dan kan ik ook vertellen wat er allemaal bij je boekje gebeurt. Ik wil het heel gewoon zien. Als ik door die menage binnenkom. De wat? De menage binnenkom. Ring. Menage ring. Ja, een vierkante menage ring. Snap je? Ja. Dan moet mijn concentratie volledig zijn en wil ik absoluut niet afgeleid leren. Begrijp je dat? Ja. En dan stond ik hier. En mijn tegenstander, die zei toch. Een kerel van 2 meter groot. En gans zwart. Een ganse zwarte neger. Ja, Hugo, dat is neger. Dus wie door de stolen tegen dit rijk, ik neem de leger door. En dan begint het, hè. Ik boeks en de leger neemt boeks. Ik boeks nog een keer terug en de leger neemt boeks nog een keer terug. En zo stond hij door een tien te boeksen, hè. Dit is heel volg, hè. Ja. Weer boeksen en weer boeksen en dan op bels. Weer zijn ik door in het publiek zitten. Die pilken! Och, mijn twee allerliefste vruikjes van de ganse wereld. En weet je, wat denkt de mine Pietrex duidt? Je moet het kijken. Dat begrijp ik maar. Dat ligt helemaal niks meer van Hugo. En dan zal die neger zo aan dood horen dat ik niet anders kan dan tegen hem een neger in gaan vliegen. Ja, de wedstrijd is nog niet afgelopen. Ik riep eens. Ik weer onzeker. En voor dat ik het weet, heeft de neger weer zonder uppercut. Dat ik het leven moet geit. Afschuwelijk. Verschrikkelijk. Kind, geen het aanzien, leefruikers. De leefhebbende man en vader verzoepend in zijn eigen bloed. Op hem zoepen. Dus als je heeft, heeft het liefde concentratie intact. En dan heb ik de negen verder. Met mijn triplex. Dat zeg ik toch. Dus dan heeft als je een concentratie nu en je moet heel liever mijn grote feest in het kader hangen. Dus dat was dan als u van winnaar heel drukken in de arm van zijn vrouwtje. Gij heb gelijk. Gij heb gelijk.
zeven een vlek en precies werd wat goed zo is. Nou, dan gaat dit in je vrouwtje ervoor zorgen dat er een reprise maaltijd bereid wordt. Magere veldslaagsoep. Mager kieflileetje gekookt in heerlijke kruie bouillon. Geschrapte buchterkus. En als perfecte aansluiting mieberen in magere kwark. En die rustig zo vuur opschap als de zelfpils. Het water heb ik al in de mond. Ik kan ons niet wachten. Hierop, het is bijna vandaag. Het is nog zo laat. Ja. Oh, maak die kind zeg ik, jonge kop. Wie helpt allemaal mee? Alleen, aan het werk. Zorg dat er niks verkeerd gebeurt. Laat vloeien. Oh, gezondheid. Bam, in de jas. Oh. Oh, wacht, hou even vast. Bam. Ja, jong. Ken ik je nog vroeger? Natuurlijk, volgende mensen zijn het beste helpen, zeg ik altijd maar. Kan ik niet een klein beetje geld krijgen? Helaas kan ik niet op alle vragen antwoord geven. Ze is het trouwens niet dat ik het druk heb. Ik stond op het punt leven te worden. Super, deze nominatie kent geen 90 euro het gewoon. Ik heb niet zo heel erg veel duur, ik pak maar een klein beetje klein geld van denk ik nog de boek toe. Als het alles is, dan kun je ze doordoen. Vlieg wel aan, denk ik zeker. Dat hebben ze ook nog niet. Wat en veert hij nou eens met ras? En Bietje hangt die nominatie terug, ja? Dit is mijn mascotte! En Bietje hangt die nominatie met terug, ja. Als ik knopen met de negen kinderen die toch niet meer lezen. Ja, Bietje heeft de nominatie wel weer terug. Maar moest ik echt eens box aan? Ja, want Hugo heeft verteld dat er een boxershot is. Oh, dat is die Fleur, hoor. Nee, wie liever heen. En die trekt die nieuwe box aan. Ik zal ze ding even pakken. Bietje? Marie-Thérèse pakt de box en Bietje gaat ze halen. Nou, het leven met een boete is gaan niet deur. En het is goed voor ons hebben nu bij. Ga een keer eens schoon. Kom, je schoon. Moest wie mijn schotten hier? Die heb ik weggezet. Wat moeten de mensen wel niet denken als ik de manege ring inlaat met zo'n nextvrogers? Zonder mascotte kan ik niet boeksen en als ik niet kan boeksen, dan kan ik niet binnen. Oh, dan hoef ik ook geen veldslijst op in te trekken. Kan ik de box weer terugbrengen? Nee, die box die gaat gewoon heel de wereld. Paap, kan ik niet, alsjeblieft. Nou, dat is echt verlustig. We hebben het wel uit als ik terug ben van het boeksen. Weer, werd wat voor beslissingen ik neem met mij als boeks, hè? Zal ik niet vertellen. Zo, man, kun je me niet op? Ik heb denken aan, ik moet het sparen voor de oetsen. Papi, ik heb een mascotte in die box gekregen. Ik denk dat ze de trek weer aan de boek zaten. Alles, ook die biceps, ja. Je moet er bovenop liggen. Want de neger, die moet kunnen zitten, dat mij niet te spotten wilt. Ik heb ze in een paar van die brief geschreven van die broeder, dat liever van die greunen. Nou, dat jongen mag me graag af. Als mensen, ik kom boeksen. Maar als ik terugkom, dan kom ik tegen 90 van mijn veldslijstsoep. En dan liggen ze nog een ettelijke fles cognac te hebben. Alcohol in dit hoes, ik dacht er toch even van niet, hè. Maar Marie-Thérèse, een uw verwinning op eigen boom, dat is toch wel een klein cognacje weer. Ik weiger te geloven dat je dat niet uver hebt voor uw man. Alles zit die vrouw even, man. Dat zie ik elke dag weer gebeuren. Nou ja, om te bewijzen dat ik alles uver heb van mijn man, geef ik de toestemming om een klein flesje cognac te kopen. Zo weet je nog gewoon naar de keuken. En een ordentelijk menu samenstellen, hè? Oh, dat is een gezondheid. Ach, ze trainen me zelf nog steeds. En GP, zo zich meneer Daaf even de deur kunnen wezen. Ja, GP, dat is of hij niet bij die deur is. Dom al doof. Wat u al piep.
piepen, dan is dat waarschijnlijk mijn laatste naam. Waarom? Heb ik die al gezegd niet? Oh, verblinden tussen de opties vandaag. Kratspik is op in dat rak, joh. Kratspik is op het rak? Ja. Kijk eens tussen die negel. Ja? Is tussen iets? Niks te zien. Nou, dan is er ook niks gegroeid in dit ziekenhuis. Ik heb een beetje geld nu. 400 gulden? Zoveel heb ik niet. Dan was maar netjes wie zijn pad drukken. Maar dan is het misschien te laat, dan werkt het meer. Die kind toch elk moment easy. Oh. Ik ga ook naar de keuken, ik ga een beetje helpen, want ik hoop wel wat mij dat doet de eigen brengen is. Ma, hikke. Het werd gebeld en zijn aanspraak krijg je door. En dan wilde ze in het schoolmodel leren kennen. Ik heb ze net 24 hoor. Ja, maar ik had zoveel van die kwam een jongen. Nou, ik zal hem toch eens eerst moeten leren kennen voordat ik weet wat ik door mij aan moet, hè? Dit is zo knap. We zijn al verlopen. Best waar. Je moet gewoon even wachten wie zijn pad drukken. Want als hij gewonnen heeft, dan heeft hij altijd zo veel goede zin, hè? Ik kan het nog maken. Ik ben krank. Ben erbij. Weet je zeker dat je hier de goede deur gebeld hebt, mevrouw?
zeker weten, hij wonen de boekswinnaar, mina amigo. Je bedoelt de boekswinnaar J.P. Houwen? Si, het is kunstscheerder. Kunstscheerder? U kent hem ook? Ja, dat verkoop doe ik voor wel, ja. Maar wat wil je? Signore, heb niks mee te schaften. Niks mee te schaften? Ik heb iemand te schaften wat hij te schaften vult, ja. Signora, zie de mama van J.P. Houwen? De mama? Oh, ik ben met J.P. getrouwd. De kind niet. De kind is getrouwd, zie met Alf van Siel. Oh! Alf van Siel? Nou, getrouwd als getrouwd bestijd niet. En ik heb zelfs nog nooit geslapen aan mijn hond. Santa Maria. Is dat moor? Ja. Oh, de vieze. Nee, je hebt mij op de knieën gezwoord en wij niet getrouwd. Ik de ganse nacht met hem dansen in de boek. Hier durven jij niet een dansende boek nagel. Mine, heb je de dans? Met de boek? Hij dansen picobello. Oh, dat is iets nieuws voor mij. Hij heeft gegeven, ring aan Aurelana, wegen gewoon huwelijken. Zo, wat heeft hij mij nog nooit gegeven? Zeg niet dat hij gewoon nog geld heeft gegeven. No, niente. Hij is niet gekomen brengen, pietnattige guldertjes. Oh, dat is gelukkig dan moeilijk meegenomen. Waar is de bandito? Hij moet te betalen, de konto. Dan zal ze toch door de kraan geld moeten wonen in de sporthal. Door is hij aan het boeksen. Ben, ik ga naar het kranenveld en ik krap de hoed die ogen. Ja, minder zeggen is. En ik piet eraf de nazel. Ja, zo moet ik het huren. En ik trek eraf die orgio. Nee, nee, laat die uurtjes maar zitten, die zal ik hem zelf nog wel wassen. U ziet ook leren, mevrouw. Ja. Hij heeft ons allebei bedrogen. U ziet zusters in de wraak. Kom hier, dan geef het je een kus. Oeh, dit is wel goed, ja. Ik ga naar de sporthal en de chandelle knokken. Arrivederci. Arrivederci. Oh, nou, alcohol is één ding. Maar vreemde vrouw nu. Maar mama, we stellen voor vrij spektakel. Oh, jong. Wat is de wereld toch slecht, wat ik toch allemaal gebeurd heb. Ja, mam. Ik weet het, spiet me gek. Wat kan men zich toch in een mens vergeten, zeg? Oh. Oh, stil me maar. Alles kan goed. Lieve hemel. Oh, zo erg is het toch niet? Och, niet erg, niet erg. En waar als ik met een vele lobbyzen, met een boemdanseres. Nou, dat hoop ik tenminste, dat er niet meer is. En is er ook nog geld, schuld ook nog. Oh, en dat nog 33 jaar. 33? Waar stikken de grossen naar mee, joh? Ook een van die vader natuurlijk, dat ontrouw stuk vreten. Ben je pap? Ja, die vader. Die heeft zich afgegeven met een boekdanseres met 7 dunne zeer schouder. Wat moet ik betalen ook nog? 400 schouder. Ja. Ongelooflijk. Niet te geloven. Want toen de mensen hier een stokje zien. Maar wacht maar eens even. Geef ik maar eens... Doe er maar 400 gulden bij, dan ga ik die boekdansres wel eens even opzoeken. En dan blijft die misschien ook weg. Dan ging ik die zaak wel even. Nee. Let die vader dan maar zelf zien wie zich goed werk. Ik heb dat geld zelf afgenomen, duurlijk. Ik pak mijn koffers en ik vertrek met dit soort van gemorren. Niet. Doordat ik die vader zeer ernstig heb toegesproken. Oh, ik was goed in de negenheid. En gelukkig ben ik vandaag. Zeven dunne zie je schalen. Zeven dunne zie je schalen. Niks aan als alleen maar 7 dunne zie je schalen. Ja, wonder dat hij zo doet bij jij om te dansen. Dat kind van recht van de noos op. Zeven dunne zie je schalen. Ik heb een lekkere dikke champignon rompsoep gemaakt. Oh, en die smaakt verrekt te lekker. Bietje, ga je mijn koffers pakken van de zomer? Koffers pakken, helemaal ver. Ja, want ik zit dat in een gemiddeld mens met koffers uit. Ja, maar je kind nou toch niet met vakantie gaan? Pak mijn koffers. Zeven dunne zieke champignon.
Oh, je wacht maar, Menke. Als ik toeskip, zo zat ik eens met de boeken dansen. Wacht die maar even in de gang. Mam, mam, hij is dan lustig, hè? Wat zus dicht al goed? Is er iets? Kind, ik zit er even ram doorheen en ik kan niet eens ontvangen. Ja, maar mam, is hij dan in de gang? Beste hier, geen treffing er al verkeerd. Ik ben nog al nuttelijk. Ja, man, niks is hier precies het goede moment. Hij heeft jou Peter. Nou, dat kost erger. Je bent met die rubbel en die bloemen. En ga ik die toch zetten, dat potje lekker. Veur heb ik ook gewoon gevraagd of hij het goed vindt dat ik met een dokter kom, wil ik ook eerst wat over mezelf vertellen. Nou, ik kan niet erger weer als dat het is. Gelukkig maar, want de meeste mensen weer bang als ze huren wat mijn beroep is. Nou, wat ik vandaag allemaal al gehuurd heb, zal ik niet zo snel meer van de lap raken. Ik ben de bekende boekster J.P. Houwen. Lieve jong, dat is geen goede wiets. Mevrouw, ik begreep ook niet dat je niet papieren ziet. Is dat papier soms ook vanocht? Ja, dan stijgt er al geen foto op, maar dat krijg ik wel weer van mee. Dit dan? Is dat ook vanocht? Ja. Heb jij dat geschreven? Wie moet er anders geschreven hebben? Nou, wat geen goed schrik. Geen wilt met ons dochter beschouwen en geen kop met geen vuur liggen dat geen de boekse J.P. Houwen ziet. Geen hebben een slaag van de muren gehad, daarvan. Nou, vallen me op het toeval zo. Ik ben echt de boekse J.P. Houwen. Als dat hoor is, hebben we een stad al in ons gezet. Ik ben dus vals. Dat kind gaat niet wegzien. Ik die moet hebben. Nou, als jij de echte boekster J.P. Houwen zult zien, dan laat jij nog in de sporthal aan het Kranenveld aan de boeksen. Aha. Nou, heb ik ook. Als Ogeman boekster was geweest, dan had hij dit geweten. De beroemde bokser Ali Ben Bali is gisteren tijdens de training gestruikeld over zijn springtouw. Hij ligt met een dikke enkel in Hotel Wilhelmina. Hé, lees maar. En die foto, daar ben ik. Het is weg. Het is weg. Oh, het is allemaal één grote betoeperie. En dat alleen maar voor dat halfneks vrouw is met die zeven dunne zieën sjalen. Wat zeg je? Nee, ik moet even denken. Oh, wacht eens even. Ted Orilane mens zei dat Ted met de boekser J.P. Houwen scharrelde. Oh, gij zit ten boekser en niet binnen Jean-Pierre. Ja, dat probeer ik ook nog al de hele tijd duidelijk te maken. Oh, dit is wichtig, ik geef het ook nog toe. Dit geeft openlijk toe dat hij zich ophoudt met een next. De danseresje met zeven dunne zieën sjalen. Oh, en die wilt mijn dokter, u van mijn liek, u van mijn dood liek. Ik dank ook voor mijn verkloring en het vrijplekken van mijn man, maar mijn dokter kan geen vergeten. Mevrouw Meid? Mevrouw Meid, dat geen de schutspacheren van die 400 gulden ziet. Geen en niet mijn Jean-Pierre. Mevrouw, ik moet doodvallen als ik heel wat van begrijp. Die mevrouw in kwestie, die is me onbekend. En dat Ogeman over bedrug, dat interesseert me helemaal niet. Maar dat hij mijn naam gekoekt, dat interesseert me wel. Dus je weet niks van zeven dunne zieën sjalen? Niks. Je zag in het sporthal aan het Kranenveld, hè? Ja, ja. Dan zal ik Ogeman door eens opzoeken. En eens ducht ik met een brood. En deze dier... Deze keer spreek ik met mijn hand.
en pompuk. Als Thee goed gesproken is, dan kan Jaap hier als ik terug kan wandelen. Yeah.
even voorleggen. Ik heb die boekzaak zo gaan. Oh ja.
vindt je niet? Is dat zo? Niet dat die omweg hem knieken. Met veel donder en bliksemslaag. Dus jij ziet hem om de boek zo houden. Ik? Zijn ik de moed in de boek zo? En jij hebt ook nog nooit misbruik gemaakt van mijn naam. Zullen durven. Je ziet ook niet van plan om u voor 2 jaar een muntje te gaan. Heb je gij in de tiefe? Ik moet goed maken. Dat je nou. Als je het weer kunt, wel even redelijk openzetten. Heb je wel eens een echte Spaans partner weer? Wat? Wie ziet dat goed? Geen die toch spreken dan? Boah! Hou je in een pin! Ik heb een spanningspartner denk ik hem toch tegen. Dat wil ik eigenlijk een spartelpaal niet meer zien. Boah! Maar wat is dit nou weer? In de hele lichte solaplexus. Dat is het zelfs solarium. Dat moet ik ook niet. Geef het nog maar toe. Dat geen mijn naam is boek heb. Ik geef niks toe. Boah! Geef toe dat geen wat met het oude lane mens hebt. Maar dat veld helemaal niks toe te geven. Boah! Geef toe dat geen kluit belazerd hebt. Nee! Oh, dat doet je goed, ik geef dat toe! Man, daar kost ik niet naar dood. Geef toe dat ik de priesboekser ben. Niks! Boah! Dat ik dan wat ze gedaan heeft. Ik kom hier met die verbindingspries op die kampioens.